waardig en snel. Zo gaan we het altijd voor de kerst, als je een beetje een familie wil. Oké, jongens, we hebben nu echt een hele bijzondere vraag. Dat is namelijk een geluidsfragment. Dus luister goed. Is het een stijl van de panda? Wat? Een stijl van de panda. Het is niet de panda. Het is ook een herrie. Is het een kraanvogel? Het is geen kraanvogel. Het zou me verbazen als jullie deze vraag wisten. Wil je nog een gokje maken? Nou, het antwoord is, het is een sika-hert. In het Engels zijn deze dieren ook wel bekend als de Japanese deer. En in het Latijn heeft ze dan weer cervus nippon. En nippon betekent oorsprong dus van de zon, oftewel in Japan. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar dat is een leuke vraag. De volgende vraag. Wat betekent karaoke? Is dat A, een samenvoeging van het woord leeg en orkest? Woorden, zangers en personen. Of is het een Japanse woord voor vernedering? Ja, het is allemaal waar, dat is goed. Dat zei je heel erg zeker. Ja, want als je hier kan spreken, dan oké, is het afgelopen van het orkest. En doe je zelf daar ook in je hand? Ja, ja, zeker. Ja, dat moet gewoon, hè? Ja, dat ja. Oké, cool. 552? Wouter, is dat 552? Oh, 461. Oké. 2, 4, 6, 2. Stefanie staat voor. Maar dan kan ik van alles proberen. Volgende vraag. Wat trouwens, omdat ik vijf over karaoke, terwijl iemand van de voorkeur zit. Er zijn twee mensen die claimen dat ze karaoke hebben uitgevonden. Dat ik heel goed zie. Ze hebben ook alle twee prijzen gewonnen. Inkomsten. Goed, volgende vraag. Uit welke anime serie komt dit fragment? Vampire in deze bizarre, hele sexy serie